Mijn naam is Mohamed Mohandis. Ik ben 37, geboren, getogen en woonachtig in Gouda. Ik zit in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid op de portefeuille Zorg, Cultuur en Sport. En ik heb 3 kindjes. Kinderen zijn 9, 8 en 5. Ik vond de eerste 1000 dagen wel. Je leert echt wel wat het ouderschap vraagt. Toen ik het niet was, wist ik niet wat me zou overkomen. En nu ik het wel ben, zou ik het ook nooit weer willen missen. Eigenlijk sinds ik kinderen heb, dat vind ik nog misschien de grootste worsteling en uitdaging. Hoe balanceer je gewoon tussen een drukke baan met veel avonden en gezin van 3 kinderen. Ik doe het nu bijna 6 jaar. Het begon ooit met natuurlijk 1 kindje toen ik Kamerlid was, nu heb ik er 3. Dus de stress is vooral dat je opeens er niet kunt zijn, er opeens een debat hebt, opeens dingen moet missen. En dat is misschien het lastigste. We willen wel dat kinderen veilig opgroeien. We willen dat ze de juiste zorg krijgen. Ja, dan moet je ook wel discussies durven voeren. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de politiek zich ervan bewust moet zijn. En dat veilig op laten groeien van kinderen ook een opgave is die je een baan kan noemen. Als het gaat om energie, om tijd, inzet, inspanning. 3 à 4 dagen werken is net zo van waarde voor de samenleving als voor het kind. Dus ik vind dat we dat ook moeten waarderen op die manier.